Gaan we 2 jaar vooruit in de tijd, 2012, EK. Ja. Dat was niet zo mooi. Nee, dat was niet zo mooi. Ja, want dat is ook weer voetbal, hè. We waren ook makkelijk geplaatst voor de EK. En het mooiste was dat we, tenminste voor mij was dat wel prettig, dat we vlak voor de EK, en dat zo opportunistisch is voetbal, kregen we een nieuw contract aangeboden voor 2 jaar. En dan werd ik 65, dus ik denk dat is hartstikke goed, dan zit ik goed. Ja, dan zit ik nog even gebakken. En, ja, dan zit ik even gebakken en 3 weken daarna, na de EK, werden we ontslagen. Ja, ja. Maar wat is dan, neem eens even mee naar die tijd, wat is dan nu precies gebeurd? Eigenlijk, er zijn steeds veel vragen over. Eigenlijk. Ja, dat weet ik. En we hadden eigenlijk bijna dezelfde selectie. Er waren niet zoveel nieuwe bij. En alleen, het punt was nou dat het allemaal een beetje tegen zat. Ik weet niet of je de wedstrijd nog kunt herinneren allemaal. De eerste wedstrijd tegen Denemarken verliezen we met 1-0. Ja, terwijl we die wedstrijd gewoon met 3-4-1 hadden moeten winnen. Zoveel beter waren we als hun. Dus maar die verlies je. En dan ga je de tweede wedstrijd tegen Duitsland. Hetzelfde verhaal een beetje. Ook niet, zeker niet zwakker. Die verliezen we ook. Ja, en dan wordt het moeilijk. Dan gebeurt er wat. En ook in een groep misschien. Dat je denkt, god, hoe kan dat nou in godsnaam? Ja, en de derde wedstrijd. De eerste half uur ging het ook nog wel tegen Portugal. Maar daarna was het ook over. Maar en hebben we gewoon 3 keer verloren. De cohesie in die groep, Cookie. Was daar destijds iets aan veranderd? Is daar... Nee, maar kijk, weet je wat het wel is? Als je altijd wint, dan heb je in een groep, zeker met die wisselspelers, ja, die hebben niet veel te zeggen natuurlijk. Als je wint, dan staat het goed en dan loopt alles goed. Maar als je gaat verliezen, dan zijn dat wel de jongens die niet spelen. Dat kunnen wel eens moeilijke jongens worden. Mm. En ja, dan is de sfeer toch heel anders. Als je wint, dat is ook logisch natuurlijk. Maar was dat zo? Ja, dat was toch wel een beetje merkbaar. Ja, dan gaan de ego's meespelen. En ja.